We zijn in Urca, een wijk in Rio de Janeiro. Hier verblijft de familie van 74-zelfster Anneloes van Veen uit Naaldwijk. We hebben afgesproken met vader Leo, moeder Ineke, broer Jesper en zijn vriendin Victoria. Woensdag 17 augustus is namelijk de dag dat hun Anneloes samen met Afrodiet Segers de middelrace mag varen. En de zesde plek is er vooraf nog van alles mogelijk in het klassement. Het kan gewoon een vijfde, zesde, zevende plaats worden. En misschien, dat hopen we natuurlijk allemaal heel erg, met brons of zilver. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Dus we hebben zoveel getraind en ja, dus moeten we er klaar voor zijn. Maar ja, of het lukt, de anderen willen ook zilver en brons winnen. Dus en zij ook. Want hoe leven jullie mee? Ja, hoe leven wij mee? Ja, we zijn er altijd voor. Daar. En ja, meegaan hebben we natuurlijk gedaan in de tijd in de Optimist, in de 420 en het begin al van de 470. Maar ja, nu gaan we natuurlijk niet overal meer mee naartoe. Een beetje slap houden met haar is gewoon heel, heel gezellig en belangrijk. En dat zorgt een beetje dat ze aan iets anders kan denken dan aan die wedstrijd van vanochtend of aan die wedstrijd van morgen. Dus dat is weer goed voor haar om even ergens anders aan te denken. Dan verplaatst de familie zich naar het Medal Race strand aan de Guanabara Bay. En hier treffen we nog meer aanhang van Anneloes! Anneloes van Veen! La 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 la! Anneloes van Veen! Anneloes! Anneloes van Veen! Als ze zelfs eens rond 1 uur het water op worden gestuurd, worden ze vanaf het strand flink aangemoedigd. Een gezonde wedstrijdspanning. Vanmorgen goed opgestaan, dus ja, heel bijzonder. Ja, want ze staan nu 6 in het klassement, hè? Ja, dat klopt. Dat kan je wel zeggen, nog maar 5 concurrenten voor je, dus er is een mogelijkheid. Maar, zoals gebruikelijk bij het zeilen, heb je wel een goede, stabiele wind nodig om überhaupt te kunnen starten. En juist daar schort het vandaag aan. Het is inmiddels 3:30, dus en vanuit, officieel zou de start 1:00 zijn. Dus we zitten al eventjes en we houden het vol, want we willen een mooie medalrace. Om 4:30 besluit de wedstrijdleiding de zeilsters definitief terug naar de haven te sturen. Helaas vandaag geen medal race, maar morgen gaan we zeker opnieuw. En meiden, kom op, hou vol.